hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Het is echt kapot vroeg. En wij zijn onderweg naar Goes. Want wij gaan een heel mooie auto ophalen voor Nessie voor zijn verjaardag. Morgen is zijn officiële verjaardag eigenlijk. Een huurauto, jongens. Een huurauto. We noemen het even. Ja, hij heeft er maar 2 dagen. Ja. Een AMG. Ja, daar gaan we ophalen vandaag. Ik ben echt heel erg benieuwd. En hoe hard kan die, zeg maar? Hij heeft 550 pk. Nou, dat lijkt heel veel te zijn. maar ja, dat gaan we nu dus heen. In de ochtend zo vroeg om het op te halen. En ik ga gewoon mee om mijn man te supporten in de ochtend. Lief, hè? Ja, lief voor me. Ik ben vandaag echt wakker geworden. Ik ga gewoon mee met je stiekem met die aangeven. Droge bek. Nou, dat moet me eigenlijk echt niet. Ik ga heel eerlijk zeggen. Ik weet niet eens hoe dat... Is het net zoals die bij... Ja, waar je een keer in hebt gereden. Is het gewoon precies die? Nee. Oh. Oh, ik ben benieuwd. Maar die rijdt wel echt super lekker. Alleen, wat ik wou zeggen. Ik ben vandaag echt wakker geworden met zo'n droge bek van gisteren. Door al die knoflook in mijn pasta. Ik ga gewoon dood. Ik heb hier lekker water voor mezelf. Ik ga onmeer veel drinken vandaag. En ik wil de volgende keer een andere pasta nemen, denk ik. Het is wel een goede plek, maar zeg je eerlijk, man. Ja. Ik wil er nog wel een keer naartoe gaan. Ja, maar dan zou ik wel iets anders nemen. Want die pasta was wel heel heftig. Maar die van jou vond ik lekkerder. Dat was lasagne. Ja, die vond ik wel echt lekker. Ja, dat dus een beetje. Ik ben benieuwd als we straks thuis komen en we komen onze slaapkamer in. Hoe die geur, zeg maar, is van spreken. Is het gewoon echt een gaskamer? Heb je de ruim niet opgedaan? Oh, huh? Ik ben aan het twijfelen. Heb ik hem opengedaan? Nee, volgens mij niet. Nee. Anders was de kat er al naartoe gegaan. Oh ja, shit. Leuk hoor! Oh, wat spannend. Spannende dag voor jou. Eerste dag naar school. Ja. Heb je lunch bij? Ja. Oh. Fuck you. Doei. Oh, lekker kontje. Oh. Oh. Ik voel me echt zo'n klein kind. Wij hebben de auto net opgehaald en Nessie is inmiddels aan het tanken. Het ziet er echt vet mooi uit van binnen. Kijk. Super mooie auto. Ook al heb ik helemaal geen verstand van auto's, het ziet er mooi uit hoor. Hè? Leuk hè? Waar mannen blij van kunnen worden. Simi, geef een beetje gas dan. Geef een beetje gas dan. Oei, oei. Oké, dat is toch rustig. Ik zeg net tegen Nessim, maak even je raam schoon. Het is een beetje vies. Gaat hij met zijn reddingsbusjes heen en weer? Kan je het knopje niet vinden? Nee. Doe nou. Je geeft mij stress, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben wel space shuttle, man. Ga maar weer met je ruitenwissers heen en weer. Gelini! Thanks, hè. Veilig aangekomen, maar ik ben doodmisselijk gewoon. Ja, thanks, hè. Kom op. Jezus, man. Je kan niet rijden. Ik wel. Je kan niet rijden. Zeker wel. Met je kippenkontje. Oh, kippen. Kleine billen, maar dikke bak. Hè? Ik ben net thuis en ik heb even snel een ontbijtje gemaakt. Een crackertje, een lijnzetcracker met avocado, zout, peper, kaas, runde salami, blauwe bessen en walnoten. En een lekker theetje erbij gemaakt. Dit is English Breakfast Tea. Dat is een van mijn favorieten. Zo, ik kom net heerlijk uit de douche. Ik ben even mijn crème aan het uitsmeren. Nessim had dus, nadat we thuis waren, had hij dus een show. Een boeking. En toen is hij daarna thuis gekomen, hebben we even samen gechilled. En nu is hij naar een bruiloft. Ik zou er eigenlijk ook naartoe gaan naar de bruiloft. En ik had er op zich wel zin in, maar toen hoorde ik dat het een gescheiden bruiloft is. Dus de mannen apart en de vrouwen apart. Maar ik ken dus helemaal niemand van de vrouwen. Dus dat vond ik een beetje awkward dan. En ik ben zo antisociaal as fuck. Dus dan vind ik het heel erg eng.
Dus ik ben niet gegaan. En Nessim gaat wel, want het is een bruiloft van een heel goede vriend van hem. Dus hij is er nu naartoe gegaan. Daarna heeft hij een show, dus dat was sowieso een beetje onhandig dat ik meeging. En daarna gaat hij met zijn vrienden rijden in die AMG die hij vandaag heeft meegenomen. En ik ben even lekker mezelf aan het klaarmaken. Die strijkplank staat er omdat we net zijn pak hebben gestreken voor de bruiloft. Ik ga even snel mijn haar fixen en mijn make-up. Mijn camera staat goed. Wat ik wou zeggen. Ik ga me even niet opmaken tot mijn planning zeker is. Want anders blijf ik lekker zo make-up los. Vind ik ook heerlijk. Want ik wacht even op een appje van Ash. Maar wat ik nu wel ga doen is even editen. Want ik moet nog even de vlog van vanavond editen. En dan ben ik eigenlijk klaar. En dan kan ik me daarna klaarmaken als het nog moet. En anders ga ik iets anders doen. Maar dat zien jullie allemaal later wel. Echt al een week te zeggen dat ik in de zonnebank wil. Maar ik ga gewoon telkens niet. Omdat ik daar echt... Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon geen zin om 20 minuten lang zo te liggen onder een zonnebank. Maar het is wel echt zwaar nodig. En het is trouwens een brandwond van de oven. Ik ben nu even bezig met wat papierwerk. Al onze medewerkers. Ik ben nu even... ik sta nu even in de wachtrij bij de Belastingdienst. Want Nessim kwam daar niet uit. Dus heb ik het even verder opgepakt. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik sta nu denk ik al zo'n 10 minuutjes in de wachtrij. Het is echt heel erg druk. Maar ik hoop dat ik het even snel ga fixen. Want ik heb hier echt papieren voor mijn neus. Die ik al... Ja, tenminste die Nessim al een paar maanden geleden moest afhandelen. Maar goed. Trouwens, ik ben nog niet opgemaakt. Want waarschijnlijk is er geen planning voor vandaag. Jongens, eindelijk klaar met het gesprek bij belasting. Ik snap het nu eindelijk. Dan kan ik een beetje alles goed sorteren hier. En verder goed regelen. Even kijken wat ik nog aan jullie wou zeggen. Regel al je belastingpapieren goed. Want anders krijg je echt super veel hoofdpijn. Oké, ik eet dus alleen. Wat ga ik eten? Ik besef, mijn koelkast is gewoon helemaal vol. Ik heb nog eens geen flauw idee wat ik moet eten. Ik weet echt niet wat Lira heeft. Lira wil naar buiten, denk ik. Wil je naar buiten? Ik denk dat je naar buiten wil. Laten we eens kijken wat ze wil. Wat wil jij doen? Je moet me uitleggen wat jij wil doen. Waar wil jij heen? Jij moet me uitleggen waar jij heen wil. Ik snap het niet. Wat moet ik doen voor jou nou? Ga maar, ga maar. Ik heb net gewoon letterlijk 5 minuten naar mijn koelkast lopen staren om te kijken wat ik wil eten. Maar ik weet echt wat ik wil eten. Wat wil ik eten? Nou, ik heb weer alle groenten hier geplukt waar ik zin in heb. Dit had ik al gesneden, dus een courgette en een aubergine die ik laatst heb gebruikt. Ik ben echt zo erg van aubergine. Het is echt mijn favoriete groente ever. Ik vraag me niet wat ik aan het maken ben. Ik heb gewoon lekker aubergines erin gedaan. Courgette. Lekker aan het kruiden. Peterselie eroverheen. Ik kan het echt elke dag eten. Wie is er nog meer zo gek op groenten zoals ik? Zo, dit is mijn avondeten vandaag. Vraag me niet wat ik heb gemaakt. Ik heb gewoon eigenlijk alles gewoon gemaakt wat ik heel erg lekker vind. Aubergine, mijn lievelingsgroenten. Gewoon lekker heel veel groenten, lekker kruiden, tomatensaus eroverheen. Helemaal perfect. En ik heb een Griekse salade gemaakt, maar met dille en munt. En olijfolie, een beetje citroen, zout, peper. En dit is het. Ik ga nu weer lekker deze Crystal Clear drinken. Dit is echt zo lekker. Lemon cactus. Zo'n lekker gevoel. Ik heb in mijn badjas gepakt en die had ik dus gisteren gewassen. En nu ruikt het echt zo lekker. Echt van als mijn badjas dit is gewassen. Dit is een speciaal moment voor mij.